Minister Parmisser brengt bezoek aan GOPEX International. Minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft samen met voorzitter Omar Tous van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, VEAPS, een bezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf GOPEX International. Het bezoek aan het bedrijf dat onder andere groente en fruit exporteert, heeft plaatsgevonden op zaterdag 11 augustus 2019. De bewindsman geeft aan dat dit bezoek als een stimulans moet worden gezien naar de Surinaamse exporteurs toe. Deze exporteurs zetten het land Suriname op de kaart. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.